De game-industrie is de grootste entertainment-industrie ter wereld. Ook onderdeel daarvan is e-sports. E-sports groeit gigantisch wereldwijd. In Nederland wordt dan ook de animo voor e-sports steeds groter. E-sports staat voor Electronic Sports en dat is de competitieve variant van videogames. Dus echt in competitie verwant op hoog niveau videogames spelen. Voor mij heeft e-sports enorm veel entertainment. Het is ontzettend leuk om naar te kijken. Het is heel laagdrempelig, dus je hoeft niet altijd naar een stadion of naar een bepaalde locatie om e-sports of sport op het hoogste niveau te bekijken. Je kan met vrienden thuis of zelfs in je eentje kan je eigenlijk op Twitch of YouTube intunen en naar hele toffe wedstrijden kijken. Maar het is ook een bepaald competitieverband die iedereen kan beoefenen. Dus ook als je iets hebt in de zin van je hebt een fysiek ongemak waardoor je een sport niet kunt beoefenen, kun je wel op e-sports uitblinken. Dus het is voor iedereen. Het is heel erg inclusief en dat vind ik ook heel mooi aan e-sports. Breda University of Applied Sciences, ofwel BUAS, en de gemeente Breda gaan hun krachten bundelen om e-sports ook in Breda uit te laten groeien tot een fenomeen. Zij zullen een e-sports community opbouwen en een onderzoek starten om de kansen voor e-sports binnen Breda te onderzoeken en vergroten. Dus ik werk hier 3 jaar bij Breda University, waarbij ik eigenlijk de schakel ben tussen de opleiding en de industrie. Om partnerships te creëren, maar ook om een stukje onderwijs te ontwikkelen op het gebied van e-sports. Dus ik geef ook wat lessen, ik begeleid als projectgroepen die met e-sports aan de slag gaan. We zijn gestart met een minor, dus derde en vierde jaar studenten konden zich daarvoor inschrijven, zowel binnen als buiten BUAS. Daar leren we studenten hoe ze een e-sports evenement organiseren en hoe ze een livestream productie faciliteren. En dit schooljaar, naar aanleiding van het succes van de minor, zijn we gestart met een specialisatie binnen de opleiding Leisure Management. Die heet Sport en e-sports. En daar leren we studenten eigenlijk alle kneepjes van het vak. We gaan een lokale e-sports community in Breda opbouwen. Voor iedereen die in Breda woont, werkt, studeert, NAC-fan is of een andere link heeft met Breda. En daarnaast starten we een e-sports field lab en gaan we onderzoek doen naar de kansen voor de stad Breda op het gebied van e-sports. We gaan hier een ruimte op de campus inrichten, ook weer met diezelfde twee pijlers. Dus aan de ene kant gaan we daar echt een e-sports ruimte van maken waar we toernooien organiseren met en voor studenten, maar ook voor iedereen die een bepaalde link met Breda heeft. Daarnaast hebben we daar ook een kantoorruimte waar we echt met studenten aan de slag gaan die onderzoek gaan doen. Dus een afstudeerstage bijvoorbeeld, waarbij we bepaalde gebieden van e-sports gaan onderzoeken. Met als doel om te kijken wat voor kansen biedt e-sports voor de stad en voor BUAS specifiek. E-sports is super innovatief. Breda is ook echt een evenementenstad, zeker met BUAS die hier gevestigd zit. E-sports evenementen zijn daar niet meer weg te denken uit het evenementenwereldje. En dat gaat enorm veel kansen bieden voor bijvoorbeeld een Breepark om daar wat mee te gaan doen. Daarbij denk ik dat het is echt in de belevingswereld van jongeren. Dus je ziet nu de vraag ontzettend groot worden om professioneel e-sporter te worden. Of event manager of shoutcaster of coach. Dus er komen steeds meer vragen uit de industrie om vaklui. Omdat het ook zo snel aan het groeien is.